Welkom bij Vrijmibeurs nummer 12 van vrijdag 18 december. Een wekelijkse serie waarin we telkens gaan kijken naar het meest belangrijke, het meest interessante nieuws van de afgelopen week. Dat je eigenlijk alles een beetje samengevat krijgt wat jij als belegger zijnde moet weten. En vandaag gaan we ook weer twee onderwerpen behandelen die ik in ieder geval interessant vind. En ik denk ook dat ze interessant zijn voor jullie. Ten eerste is dat Tesla. Tesla zal vandaag na het sluiten van de beurs worden toegevoegd aan de S&P 500, de 500 grootste bedrijven van Amerika. En dit is denk ik ook interessant om te zien als je geen aandelen van Tesla hebt, want het is nog nooit eerder voorgekomen dat er zo'n groot bedrijf ineens wordt toegevoegd aan deze index. Dus ik ben zeer benieuwd wat de impact daarvan gaat zijn. En vervolgens gaan we ook kijken naar hoe een kleine verandering misschien wel grote gevolgen kan hebben. In dit geval gaat het over zakelijk reizen, wat dat voor impact heeft voor vliegtuigmaatschappijen. Maar natuurlijk kunnen ook op heel veel andere gebieden, in heel veel andere sectoren, ooit een kleine verandering grote impact hebben. Dat is misschien wel iets waar je over na moet gaan denken. In ieder geval, dat zijn de twee onderwerpen die ik vandaag in deze video wil gaan behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. De afgelopen week is er veel gebeurd. Zo hebben we natuurlijk sinds deze week te maken met opnieuw een lockdown hier in Nederland. Maar ook in veel andere landen in Europa is er sprake van een lockdown. We zien dat steeds meer van deze techreuzen worden aangepakt. Hadden we eerder Facebook al. Sinds deze week wordt ook Google aangeklaagd. Juist vanwege het misbruiken van hun monopoliepositie. En we hebben natuurlijk gezien dat Bitcoin wederom een nieuwe all-time high heeft op dit moment dat ik deze video opneem, boven de $23.000. Dus er is genoeg gebeurd, maar er zijn dus, zoals ik eerder al zei in deze intro, twee onderwerpen die ik juist in deze video wil gaan behandelen. En laten we dan beginnen met het eerste, en dat is juist dat Tesla vandaag na het sluiten van de beurs wordt toegevoegd aan de S&P 500. En dat betekent dan weer dat fondsen die de S&P 500 volgen na vandaag dus ook Tesla aandelen in ieder geval in bezit moeten hebben. Nou, gaan we kijken naar het bedrag van deze fondsen samen. Dat is meer dan 5000 miljard, wat dus aan dollars, 5000 miljard dollar die de S&P 500 volgt. Kijken we naar de beurswaarde van Tesla, die is op dit moment zo'n rond de 600 miljard, oftewel zo'n 2% van de waarde dus, van de beurswaarde van de S&P 500. En dat zou betekenen dus dat er 2% van 5000 miljard van die fondsen, oftewel 100 miljard dollar van die fondsen, moet uiteindelijk in aandelen van Tesla gaan zitten. En het zou al zo kunnen zijn dat fondsen al een positie hebben genomen, want sinds de aankondiging vorige maand kan het dus zo zijn dat fondsen voorop willen lopen, nu alvast wat inkopen, omdat ze toch al weten dat Tesla onderdeel gaat vormen van die S&P 500. Maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Heel veel fondsen zullen namelijk ervoor kiezen om de index zo goed mogelijk te volgen. Ze willen niet voorop lopen, ze willen niet achterlopen. Ze willen juist, dat is vaak ook de insteek van een fonds, eigenlijk precies doen wat de S&P 500 doet. En dat betekent dus ook dat ze zo lang mogelijk wachten tot het punt dat Tesla ook echt in deze index zit en dan pas in principe deze aandelen gaan kopen. Nou, daar heeft Rob Mauer van Tesla Daily al eerder een video over gemaakt. Ik geloof zelfs de video van gisteren. Ik zal hem onder deze video even plaatsen. Daar zie je eigenlijk dat hoe dat gaat en dat waarschijnlijk dan verwacht wordt dat in de laatste 5 minuten van vandaag er heel veel orders geplaatst zullen worden om juist deze aandelen dus te kopen. De vraag is alleen, hoeveel aandelen zullen er nog gekocht moeten worden en tegen welke prijs gaat dat dan gebeuren? Want heel veel aandeelhouders van Tesla willen ook niet verkopen. Dus als er zo'n groot gedeelte van in totaal 100 miljard zou er gekocht moeten worden, we weten niet welk gedeelte er al gekocht is. Als er heel veel vraag is, maar heel weinig mensen willen verkopen, wat gaat dat doen met de koers? Nou, dat maakt het juist zo interessant. We hebben zo'n groot bedrijf dat het wordt toegevoegd aan een index nog niet eerder gezien. Vaak zijn het veel kleinere bedrijven, veel kleinere beurswaardes. Dus de impact hiervan is ook, als je denk ik geen aandelen van Tesla hebt, zeker interessant om te bekijken wat er gaat gebeuren. Heel veel daarvan hangt dan juist weer samen met de volume en de koers. Want kijken we naar de koers van het aandeel sinds de aankondiging, die was op 20 november dat het werd aangekondigd. Kijken we echter naar het volume, dan lijkt het wel mee te vallen. Er wordt wel wat meer gehandeld, maar het is nog altijd lager dan het jaarlijks gemiddelde. En dat zien we trouwens ook in het overzicht in die video van Rob Mauer, van Tesla Daily dus. Het jaarlijks gemiddelde, nou, gaan we kijken naar de, sinds dat het is aangekondigd, dan zijn er eigenlijk pas 2 dagen geweest die boven dat gemiddelde hebben gelegen.
En het is dus maar de vraag, je kunt zeggen, heel veel mensen zijn al begonnen met kopen, maar dit zullen vooral particulieren zijn en misschien nog niet zo die fondsen waar we het eerder over hadden, al zal er wat in een gedeelte zijn gedaan, maar zeker niet allemaal. Want kijk bijvoorbeeld naar twee fondsen van Vanguard. Ten eerste Vanguard VTI met 1040 miljard dollar, een best wel groot fonds. Zij hebben inmiddels wel een positie in Tesla van 1,16% van hun portefeuille. Kijken we echter naar een ander fonds, Vanguard VOO, echt helemaal gericht op de S&P 500. 620 miljard euro zit daarin en zij hebben nog geen positie in Tesla. En zo hebben ook heel veel andere fondsen hebben nog geen positie. We zien toevallig wel dat het eerste fonds van Vanguard al wel een positie heeft, maar tegen 1,16%. Oftewel, dat is eigenlijk op de oude informatie. Als we nu gaan kijken naar de beurswaarde, zal Tesla iets onder de 2% moeten zitten. Dus fondsen die misschien al wel aandelen van Tesla hebben, moeten er nog meer kopen om de juiste verdeling weer te krijgen in hun portefeuille. En het enige dat we dus weten is dat er ongeveer voor 100 miljard aan aandelen gekocht zal moeten worden. We weten niet hoeveel er al is gebeurd of hoeveel er vandaag nog gaat gebeuren. We verwachten wel dat een behoorlijk deel vandaag of misschien maandag nog zal plaatsvinden. En dan is het ook maar de vraag tegen welke koers dat zal gaan gebeuren. Dus ik ben ook erg benieuwd hoe jullie daarover denken. Wat denk jij van het aandeel Tesla? Zeker nu het wordt toegevoegd aan de S&P 500. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Maar dan gaan we ook even kijken naar mijn positie en wat ik van plan ben met Tesla. En dat is eigenlijk heel simpel. Ik ga eigenlijk helemaal niet handelen. Ik ga niet verkopen. Ik ga niet bijkopen. Ik heb een strategie om het voor de lange termijn te houden. En ik denk natuurlijk wel dat het de komende week, misschien de komende paar weken, wel weer wat zal gaan dalen. Dat hebben we eerder gezien als er aandelensplitsingen zijn geweest. Niet alleen bij Tesla, maar ook bij Apple. Heel vaak vanwege het nieuws gaat het hard omhoog. Na de hand zakt het wel weer wat terug of zakt het flink terug om vervolgens alweer te stijgen. Dus ja, dat is een beetje lastig om in te schatten. En daarom ga ik er juist ook niet op handelen. Juist omdat ik voor de lange termijn zit. Ik heb wel zitten denken van, stel ik zou 20 van mijn 170 aandelen verkopen. Ik ga uit van 25% daling. Dan kom ik er uiteindelijk uit dat ik maximaal 3% zou kunnen verdienen op mijn hele portefeuille. Een mooi percentage, maar aan de andere kant ook heel veel risico. Ik weet niet wanneer het, of het nog verder gaat stijgen vandaag of morgen, of in ieder geval maandag dus. En als het dan gaat dalen, hoeveel het gaat dalen, is dat in de komende paar dagen, is dat in de komende paar weken, dan moet ik dus heel veel in de gaten houden, juist inschatten. En als ik dat goed doe, dan zou ik misschien dus een paar procent kunnen winnen. Dus ik kies ervoor om gewoon vast te houden voor de lange termijn, voor de komende jaren, in ieder geval zolang ik in Tesla blijf geloven. En dus juist niet te handelen op dit nieuws. Gewoon omdat er heel veel onzekerheid is en best wel veel risico mee gepaard gaat. En heel even kort tussendoor, vind je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker een duimpje omhoog, want dan weet ik welke video's jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort onderwerpen behandelen? Maar je helpt ook zeker het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien, maar bijna geen lid van het kanaal? Klik dan hieronder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd een melding te krijgen als er weer een nieuwe video online staat. Gaan we nu wel verder met het volgende onderwerp. De toekomst van vliegtuigmaatschappijen. Want iedereen zal denk ik wel weten dat er heel veel is veranderd. Nu vanwege corona, maar dat er ook heel veel veranderd zal blijven na corona. Laten we in ieder geval hopen dat er een moment komt na corona. Liefst zo snel mogelijk. Maar ik denk dat we het allemaal wel kunnen zien dat ons gedrag al is veranderd en dat voor een groot gedeelte ook wel zo veranderd zal blijven. Dat zien we al bij winkelen. Steeds meer gaat online. Dat was van tevoren al. Maar nu zijn we juist nu met zo'n lockdown verplicht eigenlijk om wel bijna online te gaan winkelen. Dus dat gaat veel makkelijker. Daar gaan we ook steeds meer die kant op. Alles wordt erop ingericht. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met vliegtuigmaatschappijen. Natuurlijk gaan we nog wel op vakantie binnenkort weer. Misschien nog wel wat inhalen. Maar juist zakelijke reizen lijkt erop dat een heel stuk minder gaat zijn. En juist daarop wil ik me focussen in deze video. Want ik zag daar een nieuwsbericht over. We zien hier een nieuwsbericht van de NOS. Van grote bedrijven, Nederlandse bedrijven, gaan ook na corona minder vliegen. De eerste quote zie ik daarvan. Of de eerste tekst die me opvalt. Alle 12e bedrijven die reageerden op onze vragen verwachten ook na coronacrisis minder te gaan vliegen. Sommige bedrijven denken dat zakelijk vliegen zelfs met de helft zal afnemen. En iets verderop lezen we dan het volgende. Bijvoorbeeld de Rabobank in 2019 nog goed voor 25.000 vluchten wereldwijd zegt. Er zijn betere videoconferencevoorzieningen gekomen en medewerkers wereldwijd zijn daar ook meer bedreven in geraakt. De bank verwacht na corona 55% minder te vliegen dan vorig jaar. En dan komen we dus op het punt dat een kleine verandering misschien wel voor een grote impact kan zorgen.
We zien namelijk dat zakelijk vliegen, als we dit nieuwsbericht zien bij Nederlandse bedrijven, en laten we vanuitgaan dat het ook bij andere bedrijven internationaal zo is, ongeveer met een kwart tot de helft zal afnemen. Dan kijken we naar het aantal passagiers, het aantal zakelijke passagiers in een vliegtuig. Dan is dat gemiddeld genomen 12%. En dan zou je misschien denken, dan valt het allemaal wel mee. Het is maar 12%. Misschien gaat daar dus uiteindelijk 3 tot 6% van de passagiers minder. Dat is toch helemaal niet zo'n grote impact op een vliegtuigmaatschappij. Maar dan moeten we ons juist gaan richten op de omzet en de winst van vliegtuigmaatschappijen. Nou, als we kijken naar vliegtuigmaatschappijen en hun passagiers, dan kunnen we eigenlijk een onderscheid maken in twee groepen. Aan de ene kant mensen die op vakantie gaan, consumenten zoals jij en ik, en die gaan toch wel op vakantie. Die hebben dat ervoor over. En je kunt ook niet anders. Je kunt niet een strand- of zonvakantie in de winter vieren in Nederland. Daarvoor moet je misschien naar Spanje of verder weg. Dus die mensen zullen altijd op vakantie blijven gaan. En we hebben ook te maken met dat andere gedeelte, en dat zijn juist die zakelijke reizen. Ook al is dat maar een klein gedeelte, we zien wel dat dat vaak een belangrijk gedeelte is voor vliegtuigmaatschappijen. En dat lijkt dus met een kwart tot de helft af te gaan nemen. En als we kijken naar de omzet van vliegtuigmaatschappijen, dan komt ongeveer 60% rechtstreeks vanuit passagiers, vanuit tickets. En we hebben ook te maken met 40% via andere manieren. Denk hierbij aan puntensystemen zoals bij creditcards of bij het vaak vliegen, maar ook met hotels of autobedrijven waar deals mee worden gemaakt, maar combinatiedeals bijvoorbeeld met tickets. Maar dat is dus de omzet van de vliegtuigmaatschappijen. Het is juist veel belangrijker om ook te gaan kijken naar de winst, want dat is juist vooral bij zakelijke klanten een heel belangrijk gedeelte. Wat we namelijk zien is dat zakelijke klanten 2 keer zo winstgevend zijn als die consumenten die op vakantie gaan. Dat heeft natuurlijk een paar factoren die heel erg voor de hand liggen. Zakelijke klanten komen er vaak op het laatste moment pas achter dat ze ergens naartoe willen. Zij willen dus zo'n last minute ticket boeken en ze hebben dus tijdsdruk. Ze willen vaak ook nog zonder overstap, omdat alles zo efficiënt mogelijk moet zijn. En ze willen vaak de betere plekken, niet zo vooraan economy class. Of juist wel vooraan, maar in ieder geval de betere plekken, de luxere uitvoeringen. En daar eigenlijk door al die drie dingen, zonder overstap, op het laatste moment en een betere plek, daar hebben ze ook meer geld voor over. En dat betekent dat als we naar de winst gaan kijken, dat zakelijke klanten, ook al zijn ze maar 12% van het aantal passagiers, vaak goed zijn van 65 tot 75% van de winst. Nou, gaan we daar een kwart tot de helft van afhalen, juist omdat er minder gevlogen zal worden door zakelijke klanten, dan is dat best wel behoorlijke impact op de winstgevendheid van vliegtuigmaatschappijen. Dus heb jij interesse in vliegtuigmaatschappijen om daarin te investeren? Let dan vooral goed op wat voor soort maatschappij het is. Denk bijvoorbeeld aan KLM. Heel veel zakelijke klanten zitten bij KLM op dit soort vluchten. Maak daar een onderscheid mee met Ryanair bijvoorbeeld, waar juist bijna iedereen gebruik maakt van Ryanair juist voor op vakantie te gaan. Dus dat is een heel erg groot gedeelte van kijk hoe belangrijk eigenlijk zakelijke klanten zijn voor KLM. Voor KLM 30 tot 40% heb ik in het nieuwsbericht gezien. Het is ook meteen grappig om te zien dat hoewel zakelijke klanten zeggen dat ze minder gaan vliegen, dat KLM denkt dat het allemaal wel weer goed komt. Dus ook zeker dat is belangrijk wat het bedrijf zelf denkt over hun toekomst. En denk dan ook na voor de winstgevendheid van dit soort aandelen. Kijk bijvoorbeeld naar het aandeel KLM, Air France KLM. Dan zien we dat dit aandeel dit jaar is gehalveerd. Nou, we moeten er rekening mee houden dat ze natuurlijk extra schuld zijn aangegaan. Ze hebben heel veel geld geleend om te blijven bestaan. En dat de winstgevendheid dus er in de komende tijd naar uitziet dat het niet zo winstgevend is als van tevoren. En ook daar moet wel weer rekening worden. Kijken we naar de goede jaren voor corona, dan viel de winstgevendheid ook wel weer wat mee. Dus nemen we daarin mee dat er en meer schuld is wat meer op afbetaald moet worden, en er waarschijnlijk minder winst gemaakt gaat worden, juist door minder zakelijke reizen. Nou, dan denk ik ook dat er gewoon moeilijke jaren aankomen voor dit soort aandelen. En dan wil ik deze video afsluiten met de vraag van wat denk jij van de effecten na corona? Bijvoorbeeld dus op vliegtuigmaatschappijen zoals we het hier zien. Maar denk ook aan andere sectoren, bijvoorbeeld bij huurpanden van winkels, misschien kantoren of dat soort dingen. Of misschien wel totaal andere dingen waar we nu nog niet aan hebben gedacht. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video, zodat we er allemaal een beetje van elkaar kunnen leren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dus dat duimpje omhoog, zodat ik weet wat jullie graag willen zien. Maar op die manier help je ook het YouTube-kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nog meer video's zien zoals deze, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 3 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik onder deze video op abonneren. Klik op het bel-icoontje als je weer een melding wilt ontvangen als er weer een nieuwe video online staat. En dan zou ik zeggen, een fijn weekend en dan hoop ik jou weer bij de volgende video te zien.